Oké, okay, beste mensen. Uh, we lezen verder bij van regel regelvers, moet ik zeggen, 26 van de Ideas tot en met 32. Um, Grises, die priester, die heeft net Agamemnon gesmeekt: geeft alsjeblieft mijn dochter terug. En Agamemnon was het daar natuurlijk niet mee eens. En dat gaat hij nu op een hardvochtige manier duidelijk maken. Um, um, Me segeron, sinego in ego SI sicichayo, en nun de thunon te hysteron autisionta, menito yo chrais, mais sceptron caestem mateo yo. Me SE Que is een heel raar woordje, is niet echt attis van aard. Um, en dat betekent zoiets als aantreffen van kigano hier in de conjunctives, uh, in de A van de Audis. Dus. En uh, met meer erbij betekent dus, laat ik niet aantreffen. Het mer is niet. En C is dan jou. Laat ik jou niet aantreffen. Geron. De vocatieve is van Geron. Oudman. Ego. Daar nog bij. Uh, ik heb trouwens nu, zoals je kunt zien, een beetje een andere opmaak. Hier zijn de kleurtjes. De blauwe zijn voor onderwerpen. Dus nominatief moet ik eigenlijk zeggen. Uh, oranje is voor accusatie. En uh, rood is um, voor werkwoorden. En onderstreept zijn dan constructies met participia of uh, infinitivi. <tossimus> dus, laat ik jou niet aantreffen, oude man. Ego, dus ik dus. Para, bij de holle of gewelfde schepen. Koilijsin, uh, dat is eigenlijk uh, Homerisch voor koilois of koilijs. Dat is uitgang. En Neu is ook heel raar. natuurlijk. Die eta opeens voor een epsilon. Komt van naus meteen schip. Uh, dat wil nog wel eens, die klinkers willen nog wel eens veranderen. Zeker bij Homerus. Maar in ieder geval de uitgang C herken je ook als een datus meergaat, natuurlijk. Um, dus beide geweldig holle schepen. Um, het feit dat hij hier correlatie uh, en uh, Neu uit elkaar zet, is natuurlijk een hyperbaton. Maar het zegt ook niet meer niet zo heel erg veel waarom dat gebruikt is. met beetje voor het ritme, denk ik. Um, en coilation bovendien staat er helemaal in het woord. Nou, ja, Waarom staat dat eigenlijk? Ja, bij de schepen is ook goed genoeg. En waarom bij de rollen of geweld de schepen? Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op. Um, dus dat noem je een epitheton. Een epithetonwoord namens. Eh, uh, e, e, Het zij, het zij. Ofwel, ofwel. Nu, deathunon ta, participium. Um, van de thuno betekent talmen of treuzelen. Hier in de participium. Recens actief, dat hoort dan bij C. Dat dus zie je kan de naam wel zien in de accusativus. Dus ofwel nu treuzelend, talmend, dus terwijl je nu hier klaar bent met het gesprek, moet je niet hier blijven rondhangen. Ofwel later nog een keer, wederom Ionta. Um, zelfde uitgang, dat hoort ook bij C. En komt in dit geval Eimi. En als je dus iets van Oon of Onta ziet, is het van zijn, Eimi zijn. Ion of Ionta komt van Eimi gaan. Dus ofwel later weer terugkomen, zou ik in dit geval zeggen. Naar de schepen. Dat wil zeggen, de schepen, dat zijn dus het Griekse kamp. Hè? En daar moet hij niet meer in de buurt wagen. Hij bedreigt hem eigenlijk hier nu dus. Hè? En is dat antithese voor tussen nu en later, uiteraard. Me nu toyu grijs mei scapton, tem stem Me met een cognitief is hier zo. Kan je meer zien als. Uh, ik vrees dat. Ik vrees dat. Dat is me. Dat is eigenlijk een soort van ellips, een weglating van het woordje ik vrees. Ik vrees dat. Nu is niet. En nu is echt nu. Maar nu met, is iets korts, dat is meestal dan of, zo, of toen of, zo, of soms hoe je niet te vertalen. Uh, ik vrees dat dan. toi is soi, voor jou. Niet grijs mei. je aan is het van grijs meo, En dat betekent helpen. Um, dat niet jou zal helpen. Of dat niet jou helpt. zal klinkt eigenlijk in dit geval mooier. Want het gaat over de toekomst. Uh, wat dan als onderwerp sceptron, je scepter en je stemma, je band, je wollen band. Hier uh, misschien ook wel banden bedoeld, een soort collectief enkelvoud, gebruikt als een soort meervoud. Uh, Theoi, homerische uitgang voor theu, dus van de god. Ja, Daar hebben we eerder over gehad. Het is dus een wolle band die om het hoofd van de priest, maar ook om de staf uh, was gewikkeld als teken van de. Van de god. Een soort symbolische band is dat. Ook weer hier, natuurlijk, een dreigement. Hè? Dus eh, kom maar later maar niet terug, want dan helpen die priester dingen die jou nu nog beschermen. Die, eh, eh, mensen hebben daar respect voor. die helpen je dan niet meer. En dan word je vast en zeker een kopje kleiner gemaakt, want je bent dus tot onze vijand. <coughs> en dan geeft hij pas een echte antwoord. Ten u lusso. Haar zal ik niet. Losmaken of loslaten, bevrijden. Futurum-vormpje. En ter natuurlijk geen lid wordt, maar een persoonlijk voornaam wordt haar. Dat is bij Homer altijd zo. Prin min kai geras epeisin hem uh, meterojeni oikoi en argei te lothipatres is tonepoichomenen mon legos antioosan. Hij voegt er nog een flinke bedreiging aan toe. Of een toekomstvoorspelling zou je kunnen zeggen. Prin. Eerder nog, hè, dan, dan dat hij haar los zal laten, moet je eigenlijk erbij bedenken. App eh, let op, dit is niet van App zijn, denk ik. Nee, App van App gaan. Dus dat eh, betekent dus als naderen of bereiken. En dan kan je het ook als een soort toekomst vertalen, want een imi heeft ook vaak een soort toekomstige betekenis, Imi gaan. Eh, eerder nog zal haar bereiken, min als leidend voorop daarbij. Eh, ook nog, hè, Kajas ook, die sterke eerder ook nog zal haar bereiken. De Geras, onderwerp. Het, uh, de ouderdom, de hoge leeftijd. Ze zal ze oud worden in haar huis voordat ik überhaupt denk aan loslaten. Uh, in ons huis zeg ik dus hemeterojeni, oikoi. Eni is een variant voor en en dat betekent in, met een datum is erbij, oikoi huis. En hemeteros betekent gewoon ons van ons. Er is zo'n attische vorm, niks bijzonders aan de hand. In ons huis. Maar ja, ik weet wel, vragen: wie is dan die ons? Is het gewoon een koninklijk meervoud? Zo van hey, wij, uh, Agamemnon. Um, of is het van hem en zijn vrouw Clitamestra? Of is het van hem en zijn vrouw Clitamestra? En dan ook het huis. Ik ja, denk dat huis woont. Uh, woont uh, Grisee is dan natuurlijk ook als slavin, Dus ook een beetje haar huis zou je kunnen zeggen. Dus nou ja, goed, daar kun je over discussiëren. Maar het is niet zo heel erg van toepassing. Of niet heel erg belangrijk. Want het gaat uiteraard om dat het dus he, in het huis van Agamemnon zal zijn. En Argei in Argos. Argei is de datatibus van Argos. Dat is de plek of eigenlijk de regio zou je kunnen zeggen. De regio van de Peloponnesus, het gedeelte van de Peloponnesus waar Agamemnon overheerst. Therlothi Patres. Telothi betekent ver van, met de genotypes erachter. Patres. Patra. Uh, patres is dan, uh, sorry, is het vaderland. Ver van haar vaderland. Hier natuurlijk geen regels, zoals je zou verwachten, dat de Eta een Alpha zou worden, zoals in het Attisch. Maar in het Ionisch, slechts Ionisch, slechts Homerisch, is dat gewoon nog een Eta. Ver weg van haar vaderland. Um, hier zegt hij eerst in mijn huis, dan in mijn regio en dan ver weg van het water. Dat wordt steeds groter, hè? huis, regio, en dan eigenlijk een heel blik op de hele wereld, als het ware. Waar je dan op kan kijken, van als je Lyceus bent. Um, dus dat is een climax. Um, en zijn drie delen, dus een tricolon. En het is verbonden met komma's, dus het is een asineton. Um, en je hebt hiervoor nog een enjamment. Epaisin hemeterogenioikido. Zin loopt door, um, waardoor dit al een beetje extra aandacht krijgt. Um, en uh, de zin loopt nog verder door, maar dan met een komma, dus dat is dan geen animament. Wat lezen we dan? Histon e en legos antioosan. Dit zijn twee participia. Ook in de akoestiebes horen dus bij min, dat is uh, variant voor auten, haar dus. E um, heen en weer gaan, heen en weer lopen als het ware. Wat betekent dat? Uh, met een, uh, een akoestiebes erbij, bij iets. Dus heen en weer gaande, of heen en weer lopende, of zoiets dergelijks. Bij het weefgetouw histon, histon of weefraam. Dus ze zal moeten weven als taak. Hè. Dus dwangarbeid, wat ze zal moeten verrichten als slavin, maar dat is logisch. Kai emon legos antioosan. En dan nou wordt het heel naar als je. Ik denk dat Agamemnon dit zegt tegen haar vader. En mijn bed steeds weer opzoekend. Terwijl ze mijn bed steeds weer opzoekt. Antioosan is een. Eigenlijk komt het van antiao. -ja de normale vorm zou zijn, ongecontraheerd, ontsamengetrokken, zou zijn anti ja ousan Waarbij u dan uh, de, de vrouwelijke principiumvorm weer geeft, wordt actief. Mannelijk is dat oon ontos in het vrouwelijk is het u-sa-u-ses. Uh, uh, maar in het Omerisch is dat samentrokken. samengetrokken, anti ja wordt anti jo en dan heeft hij daar weer een omikron uitgehaald. Dat noem je diectasis, diectasis. En eh, voor, de voor het metrum haalt hij een extra omik omikronnetje eruit, eh, zodat het beter past. Maar of, ja, officieel is dit nooit zo waarschijnlijk in de taal eh, gebruikt. Dus terwijl ze mijn bed vaak opzoekt. Dus ze wordt niet alleen een dwangarbeider, ze dus wordt ook een seksslaaf. En dat is natuurlijk een heel erg hard, hardvochtig woord om dat tegen haar vader te zeggen. En dat doet hij ook nog trouwens op een parallele manier. Hè, leidend voor participium, leidend voor participium, parallelisme. En dan voegt hij dan nog een keer een bedreiging aan toe. Alici, me me rezitse, saotros, hooske, nee. Maar ga, vooruit, ga, ga weg. Me, niet, en dan er imperatief is. Maak, me, is mij. Ik denk dat dat ze, weet je wel, me. Maak mij boos, maak me niet boos. Hoos, met een kortje ke, en dan nee, wat een conjunctief is. Ik ga het allemaal even uitleggen. Uh, eerst eventjes, denk ik, dat ik u uitleg. Jullie hebben misschien wel gehoord van het woordje an. Hè? In het Attisch is dat gewoon, normaal Grieks is dat zo'n gek woordje, wat je vindt samen met de cognitives en de optatives en soms ook met de indicatives, om allerlei rare dingen te betekenen. Een um, Cognitives met an had je in principe kunnen leren dat het een futuralis is, of, uh, zeg ik het nou goed, ja, of een generalis. Maar soms in combinatie met hoos, met an erbij ook wel, betekent het zoiets als op dat of zo dat, om te zorgen dat, om te, iets uh, en dan nee jij Wat is dat voor een rare vorm? Het werkwoord is nee-o-mai. Oh de stam is nee. Het bindvokaaltje is o oh, of, of e. Eh. En dan de uitgang is mij. Um, voor de jij-uitgang zou je natuurlijk hebben, regelmatig gezien, sai. Hè, voor jij. Um, en dan zou je de, de, eigenlijk nee-jij-sai. Of zoiets moeten hebben. nee saai. sai Wat er dan gebeurt is in normaal. Uh, in krijg je dan dat het allemaal samentrekt. Dan krijg je dat de sigma wegvalt, dan krijg je nee En dan krijg je daarna nee Vandaar die uitgang uh, niet sai, met de meeste woorden, maar ei. Um, hier echter is alleen die sigma weggevallen, maar is verder niks uh, samengetrokken. En bovendien is de epsilon een eta geworden. En dat wijst gewoon regelmatig volgens de regeltjes op een cognitief. Dus hè, die heeft dan een lange, lange bindfokaal. Um, dus nee is dan eta voor cognitiefs en I is dan niet voor jij. En de sigma is weggevallen. Dus ehm um, betekent terugkeren. Dus op dat, dat is dat hoofdstukje, op dat jij, sao teros, dus veilig of behouden, terugkeert. Om te zorgen dat je veilig terugkeert. He, dus maak me niet boos, ga nu weg, want anders zou ik keer je niet veilig terug, zegt eigenlijk, he? Dan, hij eigenlijk. Dan bedreigt me dus met de dood. Dus nu opzouten, anders dan maak ik je, je op, op je kleine. Dan komt het eigenlijk gewoon op neer. Goed, um, nou ja, dat is natuurlijk een nogal vreselijk hardvochtig woord inderdaad, zoals ik al een paar keer heb duidelijk gemaakt. En ik ben benieuwd hoe... Uh, crisis daarop gaat reageren. Maar dat zullen wij zien in het volgende filmpje.